De familie Sluiter, beide in de 60, wijl sond 1999 op de Holle Plat in Makkum. Ze wonen van haar een te grote huis in Snetzal, omdat ze in die tijd altijd in Spanje overwinteren. En dus kochten ze dit chalet en schreunen haar niet in de gemeente Woensredeel. Misschien had de vrouw het papier er wel, maar het was zo'n mooi papier. We wensen nu een prettig woonverblijf. En we waren van harte welkom in Woensredeel. Nou, ja. Ja, twee maanden later de crisis kreeg van... Nee. Dus. Nee. Wist niet hoe dat? He? Dat het net mocht? Nee. Nee, nou, ze had het had altijd een beetje rondslingen. Geen ieder wist het eigenlijk correct hoe het ziet. Nou, toen hebben we zien schreeuwen, het niet snits. En hebben we nooit meer wat gehad. Ze waren zo'n doel op papier, wie kennen ze niet snits. En de Sluiters binnen net de enigste. Om hoeveel mensen het krijgt, is lastig te achterhalen. Om een einde om alle onduidelijkheid te maken, willen meerderheid van de Tweede Kamer een verbod op het waaien in vakantiehuisjes. Alleen van mensen die het op dit stuit al langere zon hier permanent zou waaien, krijgen een soort van generaal pardon. En dat betekent dat de familie Sluiter je nou ook legaal genietje kennen van haar oude dij. Het ik wel zo, wij wijn hier. En als het daar zo legaal is, ja, misschien nemen we het wel een op. Dat is een liedje van mij. Maar... Dat verhoor het net van. Nee, voor mij net. Zit je zeer lekker doen. De nieuwe regeling betekent van gemeenten dat ze nou weer actief controleren die cellen.